Maar zij maakt de keuze. Je hebt heel veel van die wijven, van die snollen, kun je best zeggen. Daarbij ook te maken mee gaat. Die dan gewoon hun mond houden. Hè, en die dan ineens besluiten om te stoppen met anticonceptie. Maar wat wil je nou? Mag ik nou mijn punt maken? Maar nee, dat punt van jou is zo dom. Ik wil een minuut. Omdat we zitten hier een Jewish kanaal te maken. En het begint steeds meer achterlijke, idiote, domme opmerkingen uit de provincie te zijn. Doe dat lekker met iemand anders. Daar leen ik me niet voor. Doe gewoon met een andere mongool uit het inteeltgat waar je vandaan komt. Ga samen voor een greenscreen zitten. En dan gaan jullie vertellen wat jullie van vrouwen vinden. Je hebt nog nooit een vrouw in je hele leven ontmoet. Die zou namelijk op die domme kop van je schijten. En je wordt er doodmoe van. Ja, vrouwen. Nou, dat is ook op, man. Je bent een halve latent homofiel. Wat er eens op, man. Dat gezeik. Zie je dat zitten? Met af en toe een mopje tussen. Nee. Jij gaat mij niet... Nee. Ja, ik vind het wel heel mager kreetje. Kan dat iets wilder? Ja. Heftig. Maar toch eigenlijk een hele verdrietige uitzending. We zijn iemand verloren. Het gaat dit keer niet over mijn dochtertje die ik aan leukemie heb verloren. Maar iemand anders. Daar komen we straks op terug. Ik heb veel mails gekregen over jouw dochtertje. Ja. Het zou fijn zijn als je toch even met de kijker deelt dat een dochtertje nooit bestaan heeft. Ook niet dat ze down had. Ook niet dat er leukemie in het spel was. Ik heb zelfs een boze DM-dame gehad. Waar ik toch die, veel... Dat was de moeder? Of? Nee. Oh. Maar die zei, dit kan je echt niet maken. Ik werk met dat soort kinderen. Ja. En ik had toch al heel wat borstpartijen van haar voorbij zien komen. Ja. Maar ze wilde niet meer met mijn dirty DM'en. Omdat ik een kind ben verloren? Nee, omdat ik een mogoltje nadeed. En daar werkte ze met veel plezier mee. Oh, ja. Dus ik wil mijn excuses daar nog voor aanbieden aan die mevrouw. Ja. Ik mag er ook niet meer op. Nee. Dus dat is jammer. Ik wil ook mijn excuses aanbieden. Want ik heb geen kind verloren. Zoals wel geïnsinueerd werd door een aantal ex-vriendinnen in de WhatsApp-groep. Het is daar nog altijd gezellig in de WhatsApp-groep. Ach, dat vind ik wel leuk. Nou, ik zou je dus vertellen. Er was, gaan we overleggen of we dit gaan uitzenden. Nee. Maar er zijn nu dus de hele tijd... omdat die WhatsApp-groep er is, hele jonge vrouwen die mij dan 16, 17 berichtjes sturen om mij uit de tent te lokken. Dat doen er nou heel veel. En dan mooie jonge meisjes. En daar ga ik dan niet meer op in, want ik ben te oud, weet je? Ja. Dus er is een leermomentje geweest. Ja. Dus dames en heren, jongens en meisjes, eigenlijk is dit een scoop. Er is een leercurve waarneembaar bij Dennis Schouten. Hij reageert niet meer op meisjes van 17, terwijl dat is je doelgroep. Ja. Nou ja, ik had nog wel met haar gepraat en ik wou kijken waarom... Sorry. Maar dat meisje, dat heette dus... Dat was dus je reageert er niet meer op, maar je gaat alleen maar in gesprek. Ik ging wel in gesprek met wat ze nou wou. Dat meisje heette Nicky. En dat meisje wou heel graag afspreken en zo, en iedere keer. En toen zei ik tegen haar op een gegeven moment, ik zeg, nou ja, ik en na heel lang berichten dat ik al mee heb, dat klopte niet. Heel lang berichten. En ja, dat ik maar gewoon kijk. Ben jij niet dezelfde? Met die WhatsApp-groep. Ben jij niet dezelfde jongen die over mijn TikTok-rel zei? Ja, maar je reageerde er wel op. Je bedoelt die? Ja, maar jij. Ja, nee. Zolang hebben we niet gechat. En ik heb geen naaktfoto gestuurd. Dat is een beetje een verschil. Maar goed, die Nicky stuurde mij dus de hele tijd berichten. Ze zegt, ja, ik wil wel met jou afspreken. Maar dan wil ik, hè, ik noem jou dan Nicky, dan noem jij mij Jos. En dat was het einde. Ik wilde YouTube de schuld geven dat de kijkcijfers in elkaar... Jij bent het gewoon, jij bent het probleem. Ja, maar dat is toch grappig? Nee, wat is het nou grappig aan? Ja, omdat dat meisje vanuit die dames van die WhatsApp-groep wilden ze dat ik... Dennis, het is niet grappig. Het is gewoon niet grappig. Ja, net als die kutcommands van je. Het is gewoon niet grappig. Ja, hoe was je weekend, Dennis? Nou, hoe was jouw weekend? Want ik heb zo'n mooie vrouw. Hoe was jouw weekend? Verschrikkelijk. Ik zul je namelijk vertellen. En dat is vrij heftig. Ook voor de kijkers. Ja, jij gaat even weer een longontsteking. Dat heb je zo vaak. Hou nou eens in je bek, vind. Nou ja, vertel dat dan maar. Nou, ik heb dus weer een longontsteking. Maar weer een echte. Ik zit weer aan antibiotica. Okay. Dus, nee. Je zit nu ook aan de drank. Het is gewoon een colaatje. Nee. Maar dat snap ik dan niet. Jij komt hier binnen en je zegt, ja, de rum is op, zus en zo. Nou, boos grijp je naar de wodka. En dan heb je nu antibiotica. Gewoon een colaatje, Dennis. Nee, er zit wodka in. Maar goed. Dat doet er niet toe. Maar in ieder geval, ik heb dus een zware longontsteking. Ja. En ik heb dus het hele weekend in bed liggen blaffen, huilen en slapen. Ja. Dus ik heb geen ruk gedaan, vriend. Lekker. Nou, en nu dus antibiotica combineer je nu met drank?
Nou, vertel jij maar... Maar als je toch medische momentjes hebt voor kleine dingen... Vertel jij dan maar hoe ongelooflijk leuk je onveilige seks hebt gehad met meisjes van 18 en over SOA's en dat soort gelul, wat welke week steeds langer krijgt. Als je toch een medisch momentje wil hebben, over 2 weken wordt mijn schouder geopereerd. Dus... Wat heb je dan aan je schouder? Ja, daar is een spier afgescheurd. Dus dat is een keer een echt medisch verhaal. Ja, kijk, ik loop er niet meer zo de kop met al mijn kleine mankementjes. Ja. Je bent één groot lopend mankementje, vriend. Oh, ja. Nee, ik heb een prachtige afspraak gehad gisteren. Ik kom hier vanuit Ede, want ik heb geslapen bij Hotel de Rehof in Ede, in de Paris Suite. Nobody cares. Nou, je hebt de Paris Suite gezien. Het ziet eruit als een goedkoop Roemeens bordeel. Ja. En dat meisje zal er waarschijnlijk ook wel zo uitzien. Nee. Dat was een heel mooi, authentiek Hollands vrouw. Hè? Zo, geen vrouw. En die zie je binnenkort weer. Want we hebben de laatste opnamedag van Jan en Dennis doet dingen. En dan gaan we met haar paardrijden. Dus hartstikke leuk. Nou, ik heb er zin in. Ik vind... ik wist niet dat je in Nederland zulke bordeelachtige hotelkamers kon huren. Waar is dat? Dit was heel fout in Ede. Maar dan gaan we nu toch naar een serieuze zaak. En een hele verdrietige zaak. De grootste vriend van de show is natuurlijk... Hallo. I'm looking for my wife. Ja, dat is natuurlijk de grootste vriend van onze show. Wat zeg ik? Als hij erbij was, ons Floris... kijkcijferrecord, keer op keer. Ons kijkcijferkanon, Floris Wijs. We houden van hem, toch? Nou ja, laten we eerlijk zijn. Jij kwam er voor de eerste keer mee aanschijten. En ik was daar tegen. Ja. En eigenlijk ook bij de tweede en de derde keer. Maar waarom was jij er op het begin al op tegen dan? Nou ja... het is weer zo'n vriendje van jou, weet je wel. Jij omringt je met dat soort mensen... Die in jou dan een grote content creator zien. En die graag ook een soort van beroemd willen zijn. En dat vind jij dan lekker, want dan heb jij een machtspositie. En daar val je ook op jonge meisjes. Dan kan je dan een beetje de herder van een kudde gehandicapte schapen uithangen. En dat heb je met Floris ook. Want Floris, die wil graag beroemd worden. En die denkt, nou, als ik dat dan via de directeurtje Dennis gaat doen, dan lukt het me wel. Dus dat is een soort horriger van jou. Ja. Maar ja, dat is niet goed afgelopen. Nee, en Floris was nog een heel eind onderweg en kwam hier af en toe. En ik hou van Floris en jij net wat minder. Maar goed, vorige week is er een bepaald fragment geweest. Floris heeft aangifte tegen ons gedaan. En dat komt door dit fragment van vorige week. Wat een paardenlul, zeg. Ik vind het een verschrikkelijke man. Ja. Na les denk je na 5 minuten van kan die man uit. Kan alsjeblieft iemand les... Nou, dat gaat toch wel weer heel ver. Nee, ja, maar dat is een type waarvan ik denk... als dat dan per ongeluk collateral damage is bij een afrekening in Amsterdam-Oud-Zuid... Nou, dan is dat maar zo. Denk je ook dat hij het criminele circuit zit met die huizen? Oh, dat zal me helemaal niks verbazen dat hij daar ook in zit. Maar dat is zo'n kontenkruiper. Die kruipt bij iedereen de kont zolang hij iets kan verkopen. Ik ben zo lekker commercieel. Nou, les. Ik vind je een tyfusleier. Ja, pittige teksten. Maar hoe kun je daar nou tegenwoordig... tegenwoordig volgens mij wel aangifte doen. Maar waar kan je dat aangifte van doen? Nou ja, kijk, Leslie is natuurlijk de nieuwe compagnon van Floris... met zijn succesvolle serie. Ja, dat vraag ik er niet. Maar waar kan hij nou aangifte van doen? Nou, hetgeen achter het piepje. Ja, dat weet hij toch niet wat erachter zit? Ja, dat kon die lip lezen. En wat zei hij dan? Dat het zou kunnen zijn? Dat jij er mogelijk achter het piepje had gezet... kan iemand die man alsjeblieft doorschieten. Nou ja, echt? Ja. Zou ik dat hebben gezegd? Ja, dat zou jij hebben gezegd. En Floris heeft appjes gestuurd. Hij had met mij contact over de uitzending. We gaan aangifte doen. En ik kom gegarandeerd, maar echt 100% gegarandeerd, nooit meer. Wat een begol. En jij ook weer dat je dom bloed toelaat. Ik blokkeer nu jullie beide nummers. En dus zeg ik zo, nou ja, ik zeg, we kunnen er dan nog een piepje overheen doen, zoals je net zag. Ja. Lul niet, Dan, die tweede opmerking. Dat je dacht dat hij dan mijn afrekening in Amsterdam Oud-Zuid... Ja. Daar was daar geen piepje over. Dat moet ook heel onbeschoft. We gaan nog steeds aangifte doen. En hij komt nooit meer. Hij wil ook niet meer bellen. Bassen. Hij gaat aangifte doen van het oproepen tot moord. Ja, pittig. Je ziet helemaal niet wat ik zeg en je hoort helemaal niet wat ik zeg. Ja, maar goed, dat kun je... Ja, maar als hij denkt... Of heb jij hem verteld toevallig wat ik heb gezegd? Ja, ik heb het fragment toegestuurd. Nee, maar hij vroeg de hele tijd, kun je reclame maken voor mijn programma? En toen liet ik hem de reclame zien en toen zei hij... Je hebt het fragment zonder piepje naar hem toegestuurd. Ja, omdat hij zei... Hij belde direct na de uitzending van, heb je reclame gemaakt voor mijn programma? Ik zeg, tuurlijk, een vriend... Je kan het niet... Ja, maar hij vroeg dat. Je hebt dus het bewijs naar hem gestuurd.
dat ik heb gezegd, kan iemand hem doodschieten? Ja. Ja, dan kan hij inderdaad aangifte doen. Ja, nou ja. Ik wou zeggen, hij heeft geen poot om op te staan. Er zit een piepje overheen. Ja. Maar jij hebt hem zonder piepje naar hem toegestuurd. Mm-hmm. Van Mogol ben jij? Ja, kijk, het beeld was wel heel mooi. Hij zat zo'n videobel en trots. Waarom stuur jij überhaupt nog niet uitgezonden fragmenten naar iemand toe? Omdat Floris die vroeg of een vervunde dus reclame... Dus als Floris vraagt of je er naartoe komt om eventjes anderhalf uur die bruine poepert van hem te rimmen, dan zit je ook op je knieën. Maar hij daar. Is zo trots op zijn nieuwe goede serie. Die serie wordt totaal niet bekeken. Ja, nee, maar hij is heel trots op die serie en op die les. Is die heel trots. Les is more. Ja. Ja, Les is een topper. En ja. Leeft nog steeds, heb ik gehoord. Ja. Zonde. Ja. Flikker nou toch op. Maar je kan dat toch niet. Mag ik dat nou uitleggen? Je kan dat niet. Je hebt nu het bewijs van een rechtszaak naar Floris gestuurd. Nu ben ik de lul. Ja, het is jouw. Nou, jij betaalt maar hoor. Ik ga betalen. Jij betaalt maar. Oh, nou, maar als het goed is, staat hier gewoon gevangenisstraf op. Dus dat is... Dan ga jij maar zitten ook. Nee, ik ga niet zitten hoor. Ik heb niet gezegd, ik vind die les een prima gozer. Je stuurt het toch niet naar hem toe? Ja, maar hij... Luister nou eens, hij belde mij trots. Hoe verzin je het? Ja, ik ga je dat nu uitleggen. Ja, hi Floris, kijk. Jan zegt dat je nieuwe kampioen doodgeschoten moet worden. Hey. Je bent gewoon een vuile, vieze... Laat me nou even vertellen. Al die mensen daar uit het oosten, die zijn allemaal... Ik weet het nog wel precies. 10 mei 1940 stonden jullie ook met je klauwen allemaal in de lucht. Vonden jullie lekker. Smeerlappen. Dit is toch gewoon smeren? Dit is gewoon een verraad, vriend. Lees Volk en Vaderland, staat hier hoor. De krantjes uit te delen bij Enschede Centraal. Flikker daar toch op, dat kan toch niet? Laat me nou eens uitleggen. Dennis! Laat me nou uitleggen. Jij hebt een bewijs naar Floris gestuurd om mij de gevangenis in te krijgen. Ik ga nou uitleggen hoe het zit. Nou. Ik had een videogesprek met hem, dus ik weet ook niet of hij heeft opgenomen. Hij zegt tegen mij, ja, heb je mijn programma nog gepromoot? Want, Je hebt het niet als bestand gestuurd? Nee. Oh, dat valt alles mee. Oude schreeuwt. Dus zeg dat dan. Dus jij zei net, ik heb het opgestuurd. Mag ik nou een keer uitpraten? Nou, bij of deze. Voel je gewoon de behoefte om... Nee, doe maar even. Nou, en toen liet ik dat zo zien. En toen ging eerst liet me die beelden zien. En toen lachte hij steeds meer. Want hij denkt, ja, best veel beelden. En dat gaat goed en zo. En toen op een gegeven moment toen begon jij over les. En kan die man alsjeblieft... Toen zag ik zo dat gezicht helemaal verdraaien. Zo lachen naar echt zo. Ah, nee, dat kan niet. Ik kan echt niet. Jullie zijn niet goed wijs. En toen verbrak hij de verbinding. En toen stuurde hij dit. Oh, oké, maar jij heeft het niet in handen. Misschien heeft hij een screenshot gemaakt. Nee, natuurlijk niet. Daar is hij toch veel te dom voor. Ja, nou ja, goed. Daar heeft hij niet. Nee, dan valt alles mee. Nou, dan wil ik mijn excuses aanbieden. Je bent uiteindelijk geen NSB'er. Ik heb dat netjes overlegd met Floris. Het neigde ernaar. Trek die aangifte terug, Floris. Kan iedereen die onder Floris een filmpje zetten... nou ja, ik heb er geen hond, kijk ernaar. Funda fun. Met les. Met les. Kan iedereen eronder zetten, trek je aangifte in. Want anders schiet Jan je dood. Nee hoor. Nee. Maar nee, zeg wel, trek je aangifte in. Maar goed, die aangifte, dat zal even duren. Daar horen we daar wat van. Rechtszaak, einde contact Floris. Nooit meer Floris hier. Hoe is dat? Nou, ik vind dat geen enkel probleem. Nee. Ja. Ik was Floris zat. Ik was niet de enige die Floris zat was. Ik kreeg veel berichten. Weer die kut Floris. Zeg ja. Dennis vindt hem leuk. Dennis nodigt tegenwoordig allemaal mensen uit die ik niet eens ken of die ik niet eens leuk vind. Maar dan denkt Dennis dat het een groot succes wordt. Ja. En op het moment, dat het geen groot succes wordt... Floris was onze kijkcijfer. Dan krijg ik een appje van... Ja, je bent het wel kwijt, Jan. Ja. Dat gebeurt of het ligt aan YouTube of het ligt aan mij. Maar dat lag niet aan je stomme verhalen. Ja, het lag niet aan Floris in ieder geval. En dat is zo. En toen hebben we op een gegeven moment dacht ik van... We kunnen ons hier eigenlijk niet bij neerleggen. Want Floris zit in ons hart. En Floris zit in het hart van al onze kijkers. Laten we eerlijk zijn. Floris is eigenlijk roddelpraat. Als je dat... Nou zeg, doe nou eens even normaal. Nou ja, goed. Ja. Nou ja, zo. Voor mij voelt dat zo. Ja? Ja. Floris is roddelpraat. Voor mij is Floris heel veel waard. Maar laat ik het zo zeggen. Toen hebben we overleg met een goede vriend van ons. Want wij hebben veel in de muziekbusiness veel vrienden. Wie? En die zei van jullie mogen mijn lied gebruiken als een ode... Naar Floris. Ik ben heel erg benieuwd. Lieve Floris, dan toch nu van ons een orde aan hem, toch? Floris, lieve vriend, waarom zo kwaad? Dat is toch helemaal niet nodig? We houden ook gewoon van jou en jij houdt van ons. En we maken af en toe wel eens een grapje. En misschien een beetje te hard, maar... En hij bedoelde heus niet dat les echt pas. Misschien bedoel ik dat wel, maar dat is dat nog steeds... Ja, dat is dat satire. Oh ja. Ja. Ja, maar dit komt uit ons hart. Afscheid nemen bestaat niet. Ik ga wel weg, maar verlaat je niet.
Lief, je moet me geloven. Al doet het pijn. Floortje. Ik wil dat je me loslaat. En dat je morgen weer verder gaat. Maar Floris, als je eenzaam of bang bent, zullen wij er zijn. Echt, Floortje? Komt-ie. Kom als de wind die je voelt en de regen. Volg wat je doet als het licht van de maan. Hey, die maken nog een eind. Zorg maar in alles, dan kom je me tegen. Fluister mijn naam, Floortje. En ik kom eraan. In de lucht. Kijk naar de zee. Waar je ook zo lopen, ja, ik loop met je mee. Iedere stap, ieder moment. En waar je dan ook bent, hey, 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 hey. Wat je ook doet, waar je ook gaat, wanneer je me nodig hebt, fluister gewoon mijn naam. Jantje, en wij Dennis, komen eraan. Wij komen eraan, Floortje. We love you, man. Afscheid nemen bestaat niet. Floor, kom bij ons terug. Vergeef ons, of hem. Oh ja. Ja. En, ik vind het allemaal een beetje kinderachtig gezeik. En hij mag Leslie best een keer meenemen. Die fijne tyfuslijn, hè? Ja, nou, de groeten echt niet. Ja, ja, goed. Nee, in ieder geval, Floor, ik denk dat het zo weer goed is. En laat eerlijk zijn, het is toch gewoon een hele emotionele nicht. Die wordt hier toch warm van. Ja? Ja, ja. Dit is zijn manier om hem te pleasen. Ontblok Danny Boy. Ontblok mij. Die hebben me niet eens geblokt. Maar kom gewoon weer lekker bij ons. We houden van jou. Maar goed, waar we dan afscheid nemen van de vrienden, komen er soms ook nieuwe vrienden ten tonele. Ja, dat is hartstikke leuk. Zo is leven, hè? Ja. De een dood is de ander zijn brood. Zo is dat waar. En laten we eerlijk zijn. De magic was al een tijdje gewonnen bij Floris. Mm. Dus ik moet eerlijk zeggen, dood en begraven wat mij betreft. Ja, ik vind het goed zo. Ik ben gelukkig zo. Dus mag ik jullie voorstellen aan onze nieuwe huisvriend. Jij was groot fan van hem, hè? Zeker. Bardo Ellis. Bardootje. Kijk eens, ja, ik kom vandaag dus. Want laten we wel wezen. Ik vind het leuker te zijn, jongens. Maar Floris, aan het einde van de dag, het is ook een randebiel, gewoon een grote, ja, mogol. Je kan niet anders zeggen, toch? Ja, jij was geen liefhebber van hem. Iedereen zou moeten, ik heb nog nooit gesabreerd en toch kan ik het, let op. Mes heb ik, Floris doet altijd interessant met de scherpe kant naar voren. Ja, maar jij doet hem met een zwaard, hè? Ja, je hebt niet eens een zwaard, ik heb hier een keukenmesje gewoon van thuis mee. En we gaan niet eens met de scherpe kant doen, let op. We doen gewoon de vlakke kant en in 3, 2, 1... Oh, kut. In 3, 2, 1... Oké, toch moeilijker dan je denkt, hè? Ik denk dat Floris... Kijk, dit bedoel ik nou. Dit was de kracht van Floris. Wat zijn we aan het doen, joh? Ik heb het halve ding boven kapot. We hebben hier een mooi toneelstukje waaruit zou moeten blijken dat Floris een nietskunner is. En dat iedereen dit kan. Maar het blijkt toch een kunst. Oh, ja. Oh, ik denk eens... Dat hele glas is naar. Het is allemaal niet zo moeilijk, jongens. Nee, dat blijkt. Dat blijkt. Nou, we gaan even een doekje halen. Ja. God. Ja, alles weer een beetje opgeruimd. Jan, ik belde jou. Ik zei, ja, we zitten toch altijd krap, moeilijk in de gast. Ook Floris heeft ons nou in de steek gelaten. Laten we hopen dat het ooit goed komt. Toen zei ik, ja, maar ik heb wel iemand die nu wel kan komen. En toen zei ik, Bardo Ellis, vroeger de grootste YouTube-magnaat ooit. Hè? Misschien wel de grootste YouTuber... Van het begin ooit. Ja, in 2012 was dit echt wel een ding geweest. Ja, nee, dit was ja, echt toen, toen was je zeg maar, echt... toen Jan de politiek inging en toen jij die Z-meneer sprak. Dat was dit. Nou, dat was ik zeg maar. Ja. Toen had ik zeg maar een kansloos interview in Enschede. Jan een mislukte campagne. En toen was jij de godfather van YouTube. Exact. Ja, en kijk ons nu, hier zitten alle drie. Nee, ik vind het een lang feit dat Jan daarnet gewoon zei dat hij wel blij was met mij als gast. Ik dacht, nou Jan, dat is verandering. Nee, dat was heel cynisch. Ja, nee, ik vind de meeste gasten altijd waardeloos. Dennis die zegt Bardo komt. Ik zeg nou, familie van Brigitte. Hij zei, wie is dat? Ja, nee, rot op. Ken je Brigitte Bardo niet? Echt niet? Nee, Brigitte Bardo. Weet je wat ik vraag?
Wat oprecht, in mijn vriendengroepen Classic is. Weet jij nu inmiddels wat de Kremlin is? Ja, Kremlin is geen persoon. Dat is een gebied in Rusland. Een gebied in Rusland! Ja, ondertussen wel, toch? Het is toch geen gebied in Rusland, joh. Staat me al. Hé, maar de Brigitte Bardot. En die heet ze niet zo, maar zo. Ken je niet? Nee. Die ken ik ook niet. Ik heb hele grote bloemkolen. Die... Dat is van André van Duin. Oh. Nee. Nou ja, Brigitte Bardot was... nou ja, goed, ik ga het niet eens uitleggen. Maar is Brigitte Bardot een zangeres? Ja. Het was een pornofiguur van de jaren 60, 70. Ach, porno. Een sekssymbool heette dat toen. Ja. Een sekssymbool. Enfin, Bardo, ik zeg Bardo, zeg maar geen ene klotenmoer. En toen zei Dennis, ja, kijk nou even, die man was vroeger de YouTube-sensatie van Nederland. Jij was, ja, 1,5 miljoen kijkers had jij zo. Ja. En aangezien onze kijkcijfers naar beneden zoden flukkeren, de tering en de vallen. Mede door het werk van YouTube. Ja. Zei ik... ik ben altijd negatief, maar Bardo mag komen. Want dan kan Bardo ons uitleggen hoe we de boel weer een beetje op kunnen pijpen. Nou, dat is niet waar, want ik stuur je veel video aan je zee. Dat is totaal geen leuke man. Dat kun je niet lachen. Dat is gewoon niet leuk. Nee, dat ging over de humor in die filmpjes. Ja. Oh, ja. Heel hoog mopgehalte. Ik heb een teringhekel aan mop. Ja, ik hou niet van moppen. Maar wat heb jij gezien dan? Ach, de tien dingen om een wie was dat wijfje? Ja. De 10 dingen om een vrouw weg te jagen of zo. Oh, dat is, meisje, dat is Dionne. Dionne Slachten. Die heb je ooit een goedkope hoer genoemd. Ze is een hele goede vriendin van mij, dus dat zal ze waarderen, denk ik. Heb ik die ooit een goedkope hoer? Ja, waar dan? Ja, oh, ja, dat ze toen van die Bosla later opvulde en toen had ze van die plaktiet of zo, zei je. Goedkope hoer met plaktiet heb je gewoon heel vaak. Nou, in ieder geval, toen had ze een hele rare modeverschijnsel. Wat was dat voor? Wat was dat? Dionne? Ja, en toen met die 10 niet grappige grapjes. Oh nee, dat is echt een humor van 2011. Kijk, ik ben met je eens, het was inderdaad grappig doen. Het was inderdaad gekke bekken. Nee, even moppen tappen. Moppen tappen is voor die oom die geen humor heeft. Die denkt, 2 tieten in een envelop. Dat is gewoon niet grappig. En jij maakt de... Kun je een mop? Hey, leuke mop. Kun je die vertellen, die van die envelop? Kun je die mop, 2 tieten in een envelop? Echt, dat is het niveau wat jij maakte. Dat vind ik leuk. Die af en toe in hij wordt ook echt helemaal rood met tranen zo. Ja, die man is niet goed. Ik vond dit een goede grap. Jij maakte de top 10. Wat was dat? Om vrouwen weg te jagen het, zo? Het gaat om 10 dons bij een meisje. 10 dons bij een meisje. En dan nam ik op met Dionne. En dan kwam ik telkens naar haar toe met een dingetje. En dat was geloof ik over een broodje via de kut eten. En deed het pijn toen je uit de hemel kwam vallen. Oh, omdat ik zo mooi ben. Nee, omdat je je gezicht er niet uitziet. Dat soort hele flauwe... Ja, was echt verschrikkelijk. Was niet grappig. Dat was echt niet leuk. Maar ik moet eerlijk zeggen, je was waarschijnlijk het enige YouTube-kanaal. Dat er 1,5 miljoen mensen naar die bagger hebben gekeken. Het was waar. Dat had niks met humor te maken. Wat een stom. Het was een moppetrommel van de Donald Duck. Alleen dan voor de gehandicapte kindjes. Nah, dat is verschrikkelijk. Ja. Dat is wat ze bij Dennis lazen op zijn lagere school. Nee. Die zaten met elkaar. Leuk. 10 top 10. Je hebt het vroeger wel gezien, hè? Ja, ik was groot fan. Ja. Habbo in het echte leven. Nee, leuk. Ja. Zie je bij VMBO is ook het goed. Ja, nee, maar dat is een beetje niveau. Nou, Huis in het echte leven vond ik ook leuk. Wie? Ja, Huis in het echte leven was mijn favoriete filmpje. Ken je Huis niet meer? Nee. Ja, met die dansende banaan, dat had ik ook. Ja, nee, ik ken Huis nog wel. Ja. Maar goed, in ieder geval, je was dus heel erg beroemd. En nu al heel erg niet meer. Dus nou, er is in de tussentijd ergens iets misgegaan, denk ik. Wat is er misgegaan? Maar eigenlijk waren jullie een beetje hetzelfde. Dus in 2012 was jij in jouw piektijd. Ja. En wanneer was het eigenlijk klaar? Nou, ik denk echt, het heeft lang geduurd. 2017, 18 of zo. Ben je een beetje dezelfde tijdsloop als Jan? Oh nee, die was direct na 2012 klaar. Ja, die heeft eerst nog Oekraïne kapot gemaakt met het referendum. Ja. Toen met die partij. Nou, dat weet niet wat, hè? Nee, dat weet niet wat. Maar die is toen helemaal ingezakt. Maar Jan bewijst dat je... Als je de goede mensen tegenkomt, dat je uit de dauw kunt komen. Nee, Bart, ik vind het hartstikke leuk dat je bent. Nou, dat vind ik leuk. Maar je was op een gegeven moment heel erg een beroemde YouTuber. En toen heeft het. De beroemdheid heeft jou naar beneden getrokken. Je ging aan de doop, je ging naar de hoeren, drank. Je hebt op een gegeven moment ook.
Ja, de hond van de buren geloof ik geneukt. Ja, dat is echt een, dan moet je je buiten even wegzetten. Nee, anders gaan we vlogjes poelen volgende week. Okay. Dan, nee, maar je bent toch er al onderdoor gegaan? Ja, nee, ik ging helemaal naar de kloten. En op een gegeven moment dan draaide het niet meer om YouTube. Ik wou alleen maar elke avond naar de kloten gaan. Of het nou, weet je, met de drugs of de drank of de wat dan ook is. Gewoon niet nuchter slapen. Nu sinds anderhalf jaar, twee jaar. Koen, luister je mee? Lukt het wel? Wie is Koen? Koen Kardashian. Ja, die is hartstikke verslaafd. Ja, daarom, weet je. En dat is ook het ding. Ik ben nu twee jaar lang helemaal offline. Nu heb ik een paar weken geleden bij Milan Knol iets gedaan. Dat ging heel hard. Aan de hand daarvan belde Dennis Bob. Je zei, hey, je hebt iets opgebouwd. Zin om het hier kapot te maken. Ik zei, ja, is goed. Kom langs. Wat we op hebben gebouwd. Die zei, dat vuilnisbakje in. Een grapje hier, leuk grapje. Maar goed, je bent niet meer verslaafd aan drugs. Maar tegenwoordig aan frikandelle mayo, geloof ik. Diep verslond. Godverdomme. Ja, Jezus Christus. Beginnen mensen tegen mij te zeggen dat ik dik ben. Hoeveel weeg je? Ah, flikker toch op. Ja, hoeveel weeg je? Nou, net zoveel als jouw Dennis, hoofd. Dennis, wie is het dikker van ons twee? Nee, jullie zijn echt allebei onsmakelijk dik. Ik denk echt een beetje wat zeg je? Is de een van de twee dikke? Nee, hè? Ze zijn allebei anders dik. Betalen jullie die cameraman veel of niet? Nee. Nou, hij zit, kijk, nog steeds op zijn telefoon. Nee, dat is niet geïnteresseerd. Hij heeft gewoon weinig interesse. Nee, maar jij bent flubberig. Ik ben gewoon breed. Dan flubberig. Kijk, hier is mijn middenriffie ding. Dus dat valt mee. Ja, ik kan ook mijn middenriffie aanwijzen, vriend. Oh, Dennis, deze noteer ik. Ja? Ja, ja, ja. Prima. Heb iets anders af en toe? Kijk, want jij komt en je bent dus van de mopjes. Ja? Als je nou nu hier bent en je hebt een mopje, kun je dan een mopje gewoon... Nee, ik zat net. Ik vond het heel erg dat ik dacht, ik hoorde Jan net zeggen dat Floris geen poot heeft om te staan. Dat ik denk, nou jawel. Misschien met zijn vriend meegerekend heeft hij zelfs twee. Ja, dit vind ik zo. Hier gaan we dus al. Ja, nee. Ja, dit is weer een mafie. Nee, och Jezus. Oh, ik heb het gevoel dat ik in de hotchickbus zit. Ja, weet je wat een hotchickbus is? Nee. Nou, dat is dat busje van gehandicapten. Dat rijdt bij ons dan door het dorp. Die halen dan allemaal Dennis en mensen met dikke tongen op om naar school te gaan. De hotchickbus. Wat is dat? Ja. En dan dit soort grapjes werden dan verteld in die bussen. Die mensen die gingen dan eerst lachen en daarna likten ze aan het raam. Ja, oh nee, ik zou er geen grapjes meer over maken. Nee. Donder, het spijt me. Ja, precies. En dat is ook niet leuk naar mijn dochter. Gecontroleerd nog trouwens. Ja, bedankt. Ik hoor het. Mooi tragisch, hè? Ja, intens. Dan gaan we nu echt beginnen aan de uitzending. Ach, als jij tussendoor iets hebt, dan praat gewoon mee. Als je een mopje hebt, altijd zeggen. Ja. Gek op mopjes. Ja. Mopjes ook. Dat dan? Ja, nee, gewoon leuk meedoen, lekker meelullen. Oh, maar moppen tappen, dat klinkt echt weer... Ik kom ook uit Oosten, maar dat doe ik nou weer niet. Jouw bestond jouw hele kanaal uit moppen tappen. Ja, verschrikkelijk. Kun je nog één keer die van die envelop zeggen? Ja. Een envelop? Oh, nee, ik heb een goede mop, tweetje, een envelop. Hij gaat echt serieus. Hij moet er wel echt op grieren. Dit is toch verschrikkelijk? Ik vond het net heel fijn dat hij op mijn grapje lachte, maar nu baal ik ervan. Ik denk als hij hier ook om lacht. Niveau. Dat grapje net was ook heel erg kut. Ja, dat is zeker ik. Ja, kut, sorry. Nou, kunnen we godverdomme met het programma beginnen? Ik zit hier met twee minder valide en een tafel. Oké, de show must go on. Ja, we gaan beginnen en dan gaan we eigenlijk naar groot nieuws. Hè? Oh. Ja. We gaan naar een vriendin van de show. Je mag de liedenweken aangooien. We gaan naar... Patty, Patty, Patty. Patty, Patty, Patty. Longontsteking. Onlangs brachten we natuurlijk dat Patty Braat uit haar woning uit Ibiza was gezet, omdat... Een lekkage. Door een lekkage. Er werd zo vreselijk veel gebeft in die hele tering. Mm-hmm. Er was een lekkage en toen kregen ze houtrot op de vloer. Hey, ik weet echt niet meer waarom. Vorige keer was er nog een vrouw met alle spiegeltjes waren opgebouwd. Oh, ja ook. Ja, alle spiegeltjes waren van de muur gehaald. Ja. Ja, toen was de verhuurder kwaad om. Ja, ja. Ook. Er was een lekkage en al die spiegeltjes van de muur. Ja, ik weet zo langzamerhand niet meer wat ik vertel, dames en heren. Maar in ieder geval, Patty is uit haar berghut appartement te Ibiza gegooid. Ze heeft voor een ongelooflijk tyfusbedrag vinkenveen verkocht. Gewoon 1,6 miljoen of zo, hè. Mm-hmm. Niet te geloven. Algehele Amstelveen. Vinkenveen? Oh Jan, daar heb je zo'n hele discussie nog met Floris over gehad. En toen bleek uiteindelijk dat Floris gelijk had. Het was Vinkenveen. Godverdomme, het Amstelveen inderdaad. Kut. Ja. Ja, nou? Ja, nee, ja, je hebt gelijk. Ja, wat is je al eerder verteld? Ja, nou ja, ik heb Korsakoff. Maar het is wel authentiek. Zeker, lekker erin laten. Ja, ja, authentiek. Dat zou Floris zeggen. Ja. Onze ex-vriend. Patty heeft nu een woning gekocht in Almerepoort.
Ja. Vreemd, want daar ben jij net weggegaan. Je hebt de rukbunker. Is die rukbunker nou al verkocht? Ik heb vandaag de rukbunker leeggeruimd. Dat is niet antwoord op mijn vraag. 1 februari ben ik er eindelijk vanaf. Je hebt het verkocht. Ja. Van harte gefeliciteerd, Danny. Dankjewel. De rukbunker is verkocht. Dankjewel. Ja, en iemand anders die dus nu in Almere Poort komt is Patty Brat. Die heeft een woning gekocht in Almere Duin. En wat is nou Almere Duin, Jan? Als jij dan zeg maar Poort heen reed, dan reed je altijd over zo'n lange weg met rotondes. Ja, ja. En ik woonde dan rechts van de rotonde. Ja, rechts. Patty links. Niet. Ja. In de duin. In de duin. Vandaar dat het misschien een Almere Duin heet. Klopt. Ja, nee, ja, dat klopt. Ja. Wat ben je nou aan het doen dan? Hij doet veelijk. Ja. Kom op, hé. Almere Duin. Ja, natuurlijk is dat in het duingebied. Wat wil je nou van me? Ja, ik leg het gewoon even uit. Maar goed, waarom zou je daar gaan wonen? Want laten we eerlijk zijn, met alle respect. Als je dat hele Flevoland laat afzinken, dat is toch, dat vindt toch niemand een probleem? Wat een lelijk gebied is dat, met heel veel lelijke, overbodige mensen. Patty Brat net zo. Ja, ik denk wel dat sommige plekken in Nederland als Rotterdam, die zijn heel dankbaar voor Almere. Anders is Rotterdam weer, heeft hij de naam, toch? Van de minste stad. Nee, Rotterdam wonen gewoon de minste mensen. Kijk, dat laatste op het internet. Alleen maar buitenlanders daar, hè? Nou, zo bedoelde ik het weer. Oh, ach, jeetje. Wat? Ja, dat is ook met een racistische gedoe, jongens. Ja, nou ja, sorry. Dat ben jij toch niet? Ik denk dat niet. Hij. Ja, 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 ik maak je toch naartoe met Rotterdam. Nee, dat is gewoon een kutstad. Het is gewoon een kutstad om te zeggen. Jij komt weer met zo'n doe zo'n mama racist. Sorry. In de Enschede valt het allemaal heel erg mee. Ja. Nou, ik ben helemaal niet binnen eens gelegen. Maar ben ik ook bijna in elkaar getimmerd door een stelletje buitenlanders. Waarom? Dat was toen bij die Swarma tent. Na dat feestje van jou. Ja, dat waarom ben je dan ook bijna in elkaar gestaan? Omdat ik een broodje van iemand afpakte. Ja, maar in Enschede kan je lastig inschatten of iemand een buitenlander is. Want die Enschede's zelf kunnen ook geen Nederlands. Als je hun hoort praten af en toe, die mensen. Pas! Godverdomme. Was er een mopje? Ja, kutmopje. Ja, dat is weer een mopje. Hey, is dat geen nieuw leuk als je weer terug wil op YouTube? De moppetrommel, weet je? Nee, nee. Gewoon zitten. Mopjes. Bardo's moppetrommel. Ja. Oeh, mag die helemaal jingle dan? Zeker. Ja, ja, vind ik mooi. Nee, maar dat is zeg maar de eerste scène is dan iedere keer. Ja, hoe ging die ook alweer aan met die? Ja, yo, what up, gasten? Wil je een mop? Twee, tieten in een envelop. Ja. Dit is Bardo's moppetrommel. Ja. Nou, ik moet dus van de week over straat en ik zeg een neger, een jood en een transseksueel. Ben je dat? Ja, was de clue hiervan? Ja, ik dat is de alle drie dood, net als Les. Ja, nee, ja, dat kan nee, joh, maar ik zal je vertellen. Ik denk dat het een hit wordt. Je bent weer, dan ben je weer terug. Oh, onze knop. Ja. En over Patty gesproken. Patty heeft het ook over de overlast die het nu al heeft in Almere dat zij er woont. Want Patty is woedend geworden op Instagram omdat de paparazzi nu op en af rijdt door de duinen in Almere om foto's te maken van Patty in haar nieuwe woning. Patty zegt zo, als jullie foto's willen, bel me dan in plaats van op het wandelpad de boel overhoop te rijden. Fijne eerste indruk voor de buren ook nu ik er woon. Ze scheurden langs honden heen, et cetera, et cetera. Levensgevaarlijke praktijken in Almere Poort door Patty. Wat is nou overdreven te doen? Ja. Dus mensen die, dus paparazzi's scheuren met auto's over duin, wandelpaden en honden bijna dood. Ja. Dat geloof ik niet. Ja, maar dat zegt Patty. Ja, Patty lult nog wel meer, joh, dan wijf. Ja, nee, maar serieus, Patty. Patty poepseks. Ja. Die wil zich in de bek scheiden door andere, weet je, Ron Brandstede. En die begint nou een beetje, moeten we dat geloven, Patty poepseks. Maar scheet zij bij Ron of Ron bij haar? Het was toch zij bij Ron met de glazen tafel? Glazen tafel zou er tussen hebben gezeten en waar het niet, dat ik ook wel eens heb gehoord dat hij... Maar dat hij hapte, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Dat is wel interessant. Dat is Juice uit de jaren 80. Ja. Ron Brandzeder, die van de drukkende vrouw houdt. Ja. Ja, nee, mijn moeder had ook altijd problemen. Probleem met de stoelgang. Ja, 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 en met het drukken. En die is toen op een gegeven moment is dat, bij een incident helemaal geëxplodeerd. En toen, ze noemden dat aanbijen. En toen is daar geopereerd. Ken je dat aanbijen? Ja, tuurlijk. Ja. Ja, ja, dat vond het is dus niet heel knap om dat te weten wat een aanbij is. Ja. Dus Dennis die kent niet zo heel veel fruit uit zijn hoofd. Aanbijen, geen aardbeien. Oh. Aanbijen. Mijn moeder had aanbijen. Ja, dat zit onder je oksel toch, aanbijen? Maar wat? Nee. Nee. Maar nou en? Maar serieus, nou en? Ja, nou ja, ik ben dat interesseert echt niet. Ik denk, nou, misschien net aan interesseert je moeder dat ze vroeger aanbijen had. Er is niemand.
ja, mijn vader zegt nog wel eens van... moeder was een vreselijk weef, maar goede seks. En, ja, de kaasboer neukte haar ook in de reet. Ja, dat is schijnbaar. Dat is zo. En, dat vond die, en hij vond die aanbijen eigenlijk geen probleem. Omdat hij dan een extra... die gaven iets extra's. Dat snap ik ook. Dat hij dan zo langs die tros... een hobbeltje zo. Ja. Alsof je met de auto zo hobbel zo en erdoor rijden. Zoiets, denk ik. Nee. Ah ja, goed. Tot zover Patty. We wensen Patty heel veel plezier in Almere Poort. Ik woon helaas niet meer, maar misschien voor Patty dolle tijden in Almere Poort. Denk je dat Marcelle het vervelend vond wat ik net zei? Over, ja. Ja? Ja, precies. Zou ik dat nog even terug kunnen nemen? Ja. Marcelle, dat schoot er per ongeluk even uit. Zo bedoel ik het niet. En dat jij en de moeder van Dennis niet zo leuk uit elkaar zijn gegaan, dat is ons bekend. En dat ik dan grapjes maak over jouw anale penetratie van die vrouw, had ik niet moeten doen. Dat spijt me. Ja, vroeger al een killerbody, vertelde die laatst. En dat allemaal. Hij vindt ook een vieze spektietje zoals jij. Ja, dat is een beetje killerbody. Ja, maar... Al die foto's van je, die met dat vieze gebruinde lijfje, met die cup C-tieten van hem. Gadverdamme, wat smerig. Echt. Maar jij hebt ook trouwens een hele dikke, vette tieten zin. Lijkt godverdomme allemaal wel dikke. Ja, ik heb gewoon hele gespierde borsten. Maar mijn tieten doen het goed op YouTube, hè? Dat is views. Dus... Echt? Ja, ja. Maar volgens mij scoor je altijd niet meer op YouTube. maar goed, iets anders. Een heel belangrijk ander element in dit programma. Wat zeg ik misschien wel het beste en het mooiste element van dit programma. En het is ook redelijk nieuws. Zijn natuurlijk, jij als fans zijn er, zijn natuurlijk de... commands. En dan nu mensen, de commands. Come on, Saba. Kom, zie, kom, zie, kom. Yes! wij spraken elkaar van tevoren. Jij bent fan van de commands, hè? Ik vind het een heerlijk dingetje. Ik ga er lekker op. Ja, ja, maar nu word ik echt een soort fan van het programma afgebeeld. Verdomme. Ja, daar sta je. Ja, daar ben je toch ook? Ja. Ik kijk het heel graag. Dat is wel mooi. Je bent zeg maar fan van het programma, maar je hebt al door. Dat als je je publiekelijk uitspreekt als fan, dat het afbreuk doet. Natuurlijk, weet je het afbreuk waaraan? Dat hij wat minder aan het woord mag bij de AA. Jezus. Ja, dat ze €3 minder bijstand overmaken. Flikker naar de hol, man. Afbreukbaar aan. Ja. Dat er minder vrouwen naar je kijken. God, zeg hé, man. Vuile tyfusland. Weet je wat oprecht is? Er valt allemaal niks af te breken, joh. Iedereen die ik ken uit dat mediawereldje, die kijkt dit programma gewoon. Zo, mensen met smaak. Maar niemand spreekt zich erover uit en niemand staat... Ja. Jij doet het. Ja, jij doet het. Maar jij hebt niks te verliezen. Ja. Alleen jammer dat jij niet meer in het mediawereldje zit, hè? Ja. Ja. Nee, Twitch doe ik nu nog. Wat is Twitch? Dat is livestreamen. Dat weet ik wel. Ik heb de laatste beste non-gaming van vorig jaar gewonnen. Dus, echt? Ja, ik heb nog een awardje binnengesleept zo. Oh? Welk awardje? De Dutch Stream Award voor beste non-gaming van Nederland. En? Wat is dat? Wat is die prijs dan? Wat krijgen we dan? Dan krijg je een heel lelijk blok met erop een microfoon en dan staat daar beste non-gaming van Nederland. En dan krijg je dat en dan hoop je dat die kapot valt en dat je hem snel weg kan gooien. Maar hoeveel mensen kijken er dan als jij op Twitch streamt, zo live? Nou, ik heb nu binnen een jaar tijd heb ik 50.000 volgers. Ja, maar hoeveel mensen kijken er als jij streamt? Zo nou, gisteren heb ik tussen 300-400 kijkers live. Jezus Christus, wat weinig. En wat doe je dan? Dan zit ik op een reet zoals dit, zoals jullie, lekker lullen met de kijkers. Mag en dan heb je de chat bij. Voor 300 man. Ja. En levert dat dan ook geld in het laadje? Ik leef daar nu wel van, ja. Echt? Ja, ik leef op Twitch. Levert dat geld op? Hoeveel levert dat nou op als je met 300 man zit te kletsen, bessen? I don't know, dat is van de kijker. Als ja, dan weet je wat erover gemaakt wordt, paardenlul. Ja. Het is gemiddeld. Het is niet boven onder, maar dat is gewoon modaal. Wat je verdient. Maar een paar ruggen per maand? Ja, dan leef je van, ja. Maar doe je iedere dag Twitch? Ja, ik doe iedere dag. 7 dagen per week. Dus dat is wel cool. Oh, dat is wel heel veel. Ja. 2 uur per dag. Maar je weet nu wel... Is het 2 uur per dag? Maar leef je dan modaal omdat je geen belasting betaalt? Of weet je onderhand hoe dat moet? Nee, godverdomme, ik betaal nu wel belasting. Ah ja, zo. Ja, ja, ja. Dat is echt van 10 jaar terug dat ik dat... Dat de Fiat binnenkwam, hè? Ja, die stonden aan de deur zo van... Hey, waar blijven onze centjes? Ja, 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 ja. Ja. Ah ja, goed, ja. De commands. Ja, 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 ja. Daar zijn we dan, de eerste van de dag. En dat is natuurlijk weer heerlijk en genieten. En wie reageert er? Jan Jansen die reageert. Ja, ja, ja. Ja, Jan Jansen zegt dat veel lijkt. Nee, iemand die heeft gewonnen, Jan Jansen ooit. Ja? Dat weet je toch wel. Jan Jansen. Is dat van Jan Jansen en de kinderen? Nee, en Joop Zoetemelk, Jan Jansen. En de kinderen is toch zo'n serie of stripboek of wat is het? Ken je Joop Zoetemelk?
Ja, die deed iets in de politiek, toch? Ja, ja. Ja. Van de VVD was hij. Ja. Ja, en dan had hij op een gegeven moment geel, wat hij de gele trui. Ken je de Nacht van Zoete Melk? Nee. Goed. Maar wat heeft Joop Zoete Melk daar met Jan Jansen van doen dan? Ja, maar niks. Nou ja, goed, Jan Jansen zegt... Stap je daar zo lang van, ja. Dat ik zo lang van simpel begin te raken. Die man heeft de algemene ontwikkeling echt van een doodgereden splitterd. Ja, dat kun je allemaal zeggen, maar ik ben heel geliefd bij vrouw Nederland. Dat heb ik vandaag weer bewezen. Jullie zitten hier. Ja, nee, ja, maar dat... Maar jij zit hier ook, hè? Heb je dat door? Ja, heb ik wel door. Jullie zitten hier. Ja. Ja, jij zit naast ons. Ik weet niet. Ja, je bent de directeur van die hele shit, zo. Ja. Jij maakt me zo onzeker dat ik binnenkort toch met Nicky ga afspreken. En je weet hoe je me moet noemen, hè, schat. Goed. Wie is Nicky? Dat is van die begin dat hij die grap maakte met de fanclub, zeg maar. Dat... Ik wou wel met haar afspreken, dan moest zij mij noemen. Ja. Goed. Dat Veenlijk gaat in Almere wonen om dichter bij dealer Ali B te wonen. Want Ali B heeft zijn oude baan weer opgepakt. Patty had de keuze een huisje in Asten. Een huisje. Sorry. Patty had de keuze een huisje in Asten. En bekeren of lekker goedkoop snuiven in Almere. Party Patty Patty. Snap je nu een beetje waarom ik... Ik heb geen idee wat hij heeft gezegd er net allemaal. Nee, ja. Zo. Jan Jansen, bedankt. Ja. Toch? Ik denk het. Ik denk het. Ik weet niet wat hij heeft gezegd. Goed, we gaan door naar het volgende onderwerp. Kun je iets aanschuiven voordat ik een audiotechnische problemen Natuurlijk, heb? Natuurlijk, hallo. Dan gaan we door. Dan gaan we naar een onderwerp waar Jan zich erg op heeft verheugd. Misschien jij ook minder, maar dat wordt een heel spannend geladen en ook een beetje een persoonlijk onderwerp. We gaan naar Lise Korpershoek, die strijdt voor... Abortus! Ja, Lise Korpershoek heeft een column geschreven in de Flair. Heb jij mijn interview in de Flair laatst gezien? Nee. Ja, wat heel goed ging over... mijn moeder. Zijn moeder. En ja, het gaat altijd over zijn moeder. Dat die dame zo is zoals hij is. Ik zeg, heel triest. Hij blijft die verschrikkelijke jeugd maar van hem uitmelken. Dat is heel verschrikkelijk. En mijn moeder heeft dit en mijn moeder heeft dat. Ja, word eens een keer volwassen, maar je bent 26. Ja, maar neem gewoon een keer gewoon, je hebt de verantwoordelijkheid voor je eigen leven. Maar dat verhaal over haar aanbij had ik bewaard voor net. Die had ik niet in neus. Nou ja, goed, dat wist ik dan niet. En nee. Ik vond dat heftig. Ja. Lise over haar abortus. Sorry. Ik ben nog niet klaar voor jou, ooit wel, maar nu nog niet. 10 jaar geleden was Lise Korpershoek zwanger. En deed toen, daar komt het eigenlijk op neer, abortus, omdat ze er nog niet klaar voor was. Ja, nou ja, dat kan. Maar die Lise Korpershoek, die zei toch ook, mijn sexy stuk. Dan kon ze niet meer neuken met Tim Trutje Hofman. Met zijn nagellak en zijn hakjes en zijn rokje. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, die meisje Korpershoek, die kan niks. Wat is die? Dat is de vrouw van Tim Hofman. Nou, zij is kattengek. Ze houdt zo'n kattendagboek bij en zo. Dus. Nou, kattengek, hartstikke leuk. Maar dat is de vrouw van Tim Hofman. Zij heeft verder niks. En af en toe komt ze een beetje in de belangstelling met een soort extreem links dingetje. Maar dan wil ze voor vrouwenrecht opkomen. En of dan roept ze, mijn seks is stuk. Ik wil niet meer neuken. En nu, joehoe, ik heb abortus gepleegd. Maar het raar is natuurlijk, ik ben nog niet klaar voor jou. Ik laat je even weghalen. Net of een kind die je aborteert, dan tegen de tijd dat je er wel klaar voor bent, weer terugkomt. Nee hoor, dat persoontje heb je toch eigenhandig naar de eeuwige jachtvelden laten zuigen. Ik heb niks tegen abortus, daar niet van. Maar zij en dat vreselijke nare vriendje van haar, die hebben zo langzamerhand het gevoel dat ze een soort morele kompas van Nederland zijn geworden. Ik word er nogal misselijk van. Ja, jullie hebben waarschijnlijk helemaal geen ervaringen met abortussen. Oh. Maar wat? Zeg dit soort dingen alsjeblieft niet. Nee. Dit is echt een trigger. Ja, wat? Nee, ja. Ja, we hebben een soort van gezamenlijk abortus gehad, toch? Ja, zoiets. Gezamenlijk abortus gehad? Ja. Trap jij maar af. Trap ik maar af? Trap jij maar af? Nee. Begin jij met een mopje? Nee. Twee zaadcelletjes van een eicelletje. Ja. En toen? Nee, ja, dat was wel anders. Dit is, hoe zat dat, Dennis? Nou ja, ik... kijk, je had zeg maar... het verhaal begint bij... Dat is altijd een goed verhaal, Stoffel Abbas. Brigitte Bardot. Of niet? Nee, het begint bij Kai van der Ree. Daar begint het hele verhaal. De pedo. Ja. Oh, ben jij ook pedo? Nee. Ik was een van die slachtoffers van Kai.
Oh. Nee, nee, nee. En ik ben ook absoluut geen perel, maar Nicky, als je mij mijn nickname geeft, dan... Mogol humor. Nee, schijn maar op. Nee, nee. Het is gewoon niet grappig. Het is gewoon niet leuk. Dit is geen advertentie. Je bent gewoon een hele vieze, nare man. Je bent gewoon een nare, vieze... Vind je het echt geweldig? Ja. Nee, ja. Vind je het echt geweldig? Ik denk dat met Floris Wijs verder gaan. Ja, nee, ja. Ja, goed. Zoek jij nog een baantje, Bardo? Wat voor baan heb je? Nou, zeg maar wat hij doet, alleen dan zonder dat gedoe. Nee, je weet wat voor humor ik heb, dus... Ja, dat is niet best. Ja, op het tapperij. Volgens mij, hij heeft allemaal fase. Dit is de Jos Brecht fase, volgende week zo'n Mark de Troe fase. Ja, nee, hij staat in Team de Troe vorige week. Wat? Ja, hij zat in Team de Troe. Nee, man, hou ze jawel, jij was helemaal de Troe. Je bent zo'n vies mannetje. Schiet hem maar op, je hebt een stomme onzin. Ja. Nou ja, goed. En op een gegeven moment begon met Kai van der Ree. En Kai van der Ree ging met meisje. En was er op een gegeven moment één meisje. Die ging ineens haar verhaal doen op het internet. En dat meisje heet... Moet ik nee, niet bij naam doen. Laten we het anoniem houden dan. Lisa Funderik. Nee. En die kwam publiek. Ja, die kwam toch gewoon op nee, plein publiek maar, bij RTL Boulevard. Nee, ze kwam onder haar gebruiksnaam Liza. Dus dan anoniem dan. Ja, maar ze heet gewoon Lisa. En dus dat kunnen we best vertellen. Want de gevolgen waren dat die man geen werk meer had toen. Wie? Toch? Kai van der Ree. Zij deed haar verhaal. Ja, hallo. Ik heb 8 jaar of 6 jaar geleden. Moest ik vieze filmpjes naar hem sturen. En dat bleef ik maar doen, want ik voelde me gedwongen. Oh ja, dat. Daarom was hij een vieze Rick Aalman. Toen kwam hij op de BNF varen. Toen verloor hij zijn baan. Ja, precies. Ja, maar wat. Ja, en toen moest ik. Toen zei Dominique. Ha, we gaan die pedo pakken. Dus toen was mijn rol. Was ik een week door Dominique Weesie erop gezet om hem te pakken. Want Dominique heeft een ekel aan pedo's. Nou, dus toen werd ik achter een week lang achter Kai van der Ree aangestuurd. Maar wie kon mij nou helpen, dat was zij. Dus een week lang hielp zij mij of ik die woning kon vinden. Nou, dat is allemaal, ja, dat is wel gelukt, maar hij zat opgesloten binnen, dus niet voor de camera gekregen. En toen uiteindelijk, toen sprak ik met haar af van, ja, kloten, niet gelukt, ging wat drinken. Meisje was toen 20, 21? Eerlijk, volgens mij was ze toen 18 of zo. Is dat 19? Dat voelt bij Dennis als 20, 21. Ja, maar hoe oud ben jij? Ouder dan ik. Geen commentaar. En ja, toen een relatie met haar. Nou ja, ja, lekker man. En dat jij ook in die vriendjongsbeweging wilde. Nee. En nou ja, goed. En nou ja, toen sprak ik met haar af en toen ging ik met haar. Maar toen ik met haar de daad verrichtte, had zij verkering met hem. En ik kende hem niet. Dus op een gegeven moment, toen, ja. Ja, dus, ja, ja, dat klopt toch volgens mij? Ja, dit klopt. Barend is een koe, maar ik wist van niks, want zij zeggen waarschijnlijk zelf. Ze kwam af en toe bij mij en we hebben een paar keer de liefdesdans met elkaar gedaan. En dat ging allemaal goed, totdat ze mij op een gegeven moment belde. Wacht even, een paar keer zeg je nu ook? Ja? Ik wist van één keer. Twee keer. Ik wist een paar keer nu. Een keer of 4, 5. Nee joh. Ja joh. Echt waar? Ja joh. Maar in diezelfde maand van 2020 toen. Ja, weet ik veel. Ze hoe, vaak heb je bij, hoe vaak heb je mijn ex geneukt? Nou, dat was toen niet je ex-vriend. Nee, dat was toen je vriendin. Ja, ik denk in een looptijd van 5 weken 4 of 5 keer. Zoiets. God. Toen kwam ze iedere keer in Almere Poort. Dus dat kwam ze en dat was al wel gezellig. En drinken. En nou, toen op een gegeven moment toen maakte ze ineens het verhaal. Belde ze mij op. Van, ik ben zwanger van jou. En nou ja, toen dacht ik, potverdrie. En toen belde jij mij. En, ja, klopt. Kijk, ik zou je zeggen, want op een gegeven moment, hier kom ik in het verhaal dus. Ik kreeg dus op een gegeven moment... Nou, jij kwam in het verhaal vrij weinig. Nou, ja. Hij wel, en dan in jouw vriendin. Raar verhaal. Maar ja, ik kan ook naar hem vragen, hoe proefde het? Dat, ik was er eerst geweest natuurlijk. Ja, maar ik proef niet. Ik proef niet. Nee, je bent er niet van? Nee, ik ben niet daarvan. Nee, je bent... Oké. Okay, nou, hij houdt niet van het vrouwelijk geslacht. Echt? Nee, ik nee, vond je hoeft dat niet te vertellen. Ik het niet? Wat, hij niet? Nee. Nou wat? Ja. Nee, wat wil je vertellen? Nou, ja. Ik weet dus dat hij toen hier een keer zat en dat hij heel trots was. Ja, ik heb toen een vrouw hier klaargeneukt, helemaal blij en enthousiast. En die pas aan het einde vertelde dat zij zichzelf tijdens de daad aan het bevredigen was. Hij heeft nog nooit iemand klaargeneukt. Dan is nog nooit nou, vrouw ze bij heeft klaar. Mij bedankt voor de orgasme. Dus een vrouw nog nooit bij jou klaargekomen? Ja, ze heeft mij toen bedankt voor de orgasme. Ja. Maar dat heeft ze ook zelf, omdat ze zelf met de hand aan het dat spelen ze was. Zelf, ja. Ja, dat zelf, ja. Maar toen waren we ook bezig. Dus ja, komt het door de hand of door mij? Ja. Nou, door de hand. We kunnen best vragen of ze het willen reageren. Whatever, maar ze was bij mij. Maar jij beft haar normaal wel. Hallo. Hallo. Over dat onderwerp. Jij had buiten jouw... dit schandaal. Jij dit schandaal? Nee. Oh, nou, dan kijk maar. Womanizer.
Kijk, zometeen zie je een foto, dan is die naakt. Kijk, toen was die, had hij een vriendin en zo toen. En die met anderen afspreken. Nee joh. Ja, ja, ja. Geef maar door. Hoor. Nu komt die naakt foto. Kijk. Maar goed, toen had hij ook nog een ander op Twitter. Dus zei hij dat ik ben gek op Beffen. Ik ben Jan de Beffer, et cetera. Toen had hij de mond vol van de Beffen. Dus nu... Maar ik geef je groot gelijk, hoor. Ja? Jij deed het wel bij haar. Het is toch heerlijk om te doen? Nee, maar hij vindt dat vies. Maar hij is natuurlijk een verkapte nicht. Dat weet je toch ook wel? Ja, ik zou je dus zeggen, want dat is natuurlijk... Ik zou je zeggen, voor mij, hoe dit ging. Op een gegeven moment... Ik zei, toen zij sprak met Dennis af, dat ging helemaal heel raar, alles liep helemaal kut. Hoe wist je dat dan? Maar waarom stomp je hem niet in elkaar? Nou, omdat, kijk, op een gegeven moment, ik was bij haar en ik wist, hier klopt iets niet. Ik had haar toen 2-3 weken al niet gesproken en ik was er een beetje klaar mee. Bij haar en haar moeder, toch? Ik ging naar haar toe, bij haar moeder. Ik lag bij haar toen in bed. Bij haar moeder? Ja, bij haar moeder, nee. Bij haar lag ik in bed. En zij begon het te vertellen. En daar kwam in één keer, ze vertelde, yo... ik heb geneukt met iemand anders. Je denkt, wat de hel, wie? Ik heb geneukt met Dennis Schouten. Je denkt, huh? Dan vervolgens, ik ben zwanger van Dennis. Je denkt, wat? Je bent zwanger van Dennis? Zegt ze, ja, maar ik kon er niks aan doen. Hij had me gedrogeerd. Ik zo, wat heeft hij gedrogeerd? Ja, oké, dat verhaal werd ook nog gesteld, en ja. Daarom heeft hij mij dus verkracht. Ik zeg, hij heeft, oké, dus vreemdgaan, Dennis, zwanger, verkracht, gedrogeerd. Ik zat helemaal daar, ik denk, wat de hel? Dus ik bel Dennis boos op. Ik zeg tegen boos, Dennis... Nee, dat was niet waar. Jij zei letterlijk, ja, met Bardo, ja, misschien ken mij wel. Dus zo. En toen zei je, was eerder fan dan boos. Nou, ik moet zeggen. Ja, nee. Ik was wel pisneidig. Je was bijna trots. Weet je wat hij zei tegen mij? Het eerste wat je tegen me zei zo goed als. Yo, hoor je, ben Dennis. Bardo, ik heb een vriendje. Ben de homo, hoor niet. Jij dacht dat ik homo was. Ja. Ik zei, wat? Nee, ik ben niet homo. Je hebt mijn vriendin geneukt. Oké, dus je valt wel op voor. Je hebt mijn vriendin geneukt, gek. Ja. En dat was in... Ja, dat is... Ja. Maar wil niet in elkaar stompen. Want ik help je met liefde. Nou ja, weet je wat het was? In deze situatie... Uiteindelijk... ik heb toen ook... Jullie hebben het al een keer eerder besproken hier, heel kort. Uiteindelijk zaten we in een babycarousel, weet ik nog wel, met 3-4 man. Dat er een kans was dat ik dacht... Wacht even, wat is er allemaal gebeurd? Wie is de vader? Wie is de vader? En het waren ook allemaal mediamensen. Ja. Dennis, jij of... De derde was een advocaat en de vierde is ook een... Milan Knol, ja, dat kunnen we wel gewoon zeggen. Die vierde was Milan Knol? Die was Milan, nee. Ja. Ja. Nee. Was Milan ook? Ja. Golf. Ja! Heeft Milan ook? Ja. Nou, dan zijn we de 5. Oh, nou ja. Wie is die vierde? Ik zou je zeggen, koop gewoon je matras bij de IKEA, want dit is hem niet op deze manier. Nee, wie is die vierde? Ja, nee. Godverdomme, voor die alles. Jawel, vertel. Ja, nee, wie is die vierde? Ja, wie is die vierde? Wie is die vierde? Nee, flikker wel. Ja, flikker op. Nee, vertel gewoon. Ik ook niet. Ik heb jou net op mijn naam. Bardo, vertel gewoon. Ik wil even wijs van de... Mijn naam is Bardo en ik ben een junk. Ja. Ja, we zitten bij de AA, dan moet je alles vertellen. Jullie f***ers, jullie... Wie is die vierde? Wie is de vierde? Jullie halen hier al een hele... Zeg gewoon wie de vierde is, joh, paardelul. Wat een gewonde naam. Nou, laten we de YouTube-tactiek bij de 50.000 duimpjes, zoiets. Kennen we hem? Ja, natuurlijk. Ja, nee, tief op. Vertel! Nee, dat gaat niet gebeuren! Nee! Waarom niet? Nee, ja, gewoon vertellen. Je kunt het zeg gewoon wie het is, joh, paardelul! Je kunt toch gewoon zeggen wie het is? Jezus. We zijn allemaal... Ik weet zelfs... Was er een mop? Nee. Als wij hier zouden lopen... We zijn met 20 minuten bij zijn huis. Dat is in Amersfoort. Dat zeg maar toch helemaal niet. Ja, dat zegt dan niks. Ja, nee, dat weet ik. Maar het hoeft toch niet allemaal... Wie is het? Zeg gewoon wie het is. Weet je wat het is? Is het een man van kleur? Godverdomme. Oké, zullen we toch maar in elkaar beuken zo langzaam? Ja, wie is het? Vertel dat mij, dan vertel ik wel wie het is. Ik vertel wel wie het is. Nee, maar dan zeg ik het en dan is de blame niet in, joh. Zeg maar. Oké, godverdomme is lijn. Hè? Jaap. Ja. Alleen dat krijg je, meer niet. Jaap. Denk je voor de rest. Jaap, jij zegt het is een Jaap, een bekende die wij kennen. Ja, Jaap. Ik zal je straks wel laten zien. Terror Jaap? Nee, niet Terror Jaap.
Ook gelukkig niet, ja, Jaap Reesema. Ja, maar ze ging wel met dikke mensen. Dus dat, nou, godverdomme. Ja, nou, ja, dus, ga verder met je verhaal. Wie is er nou dan? Oh, nu, Jaap. Jaap, je zegt toch nu ook Jaap? Jaap is nu toch een boos. Jaap zit nu al op de bank van... Nee, Jaap bedames voor. Welke Jaap bedames voor? Jaap bedames voor. Steeds onder indruk van Milan Knol dat ik denk als dat waar is. Dat ik, is ja, dat is ook waar. Dan zeg, ja, je, dan zeg maar, je twee weken geleden dat je tranen met truitje. In die knolkast. In de knolkast, ja, ik was een chillen. Terwijl Milan alleen maar dacht van... Niet echt alleen, maar dat is mijn kutzwager. Ja, die zat tegenover met dat hele kleine vieze mondje van hem. Die zat ook op die poes. Maar in ieder geval, ik had dus op dat moment dus een boodschap. Ik ben zwanger van Dennis Schouten. Ik ben verkracht. Ik ben gedrogeerd. En oh ja, trouwens, Bardo, even slecht nieuws. Ik heb chlamydia van Dennis Schouten. Dat is waar. Dat is het enige aan het verhaal wat waar kan. Dus ik heb daadwerkelijk een geslachttest dingen moeten doen. En ik had geslachttest? Ja, zo heb ik. Ik heb chlamydia van mij. Ik heb, ja, van jou. De gruwelijke realiteit wijf te zijn met je geslachttest. Ja, teringlijer. Ik moet eerlijk zeggen, je lijkt ook wel op een lelijke lesbia. Ja, is wel waar. Hé, maar je high-fived iemand die jou een geslachtsziekte heeft gegeven. Ik weet het niet. Dat is chill, want... Is dat modern? Tegenwoordig, wat Dennis doet, als hij zo uittest heeft gedaan, stuurt hij gewoon naar mij toe en dan weet ik, ik ben ook waarschijnlijk clean. Dus dat is heel chill. Als je die exen van mij zo af bent gaan, dan denk ik, tyfus hond. Exen van mij bent gaan? Ik vraag me wel af hoe lelijk dat meisje is. Als jullie er allemaal overheen mogen klappen. Dan heb ik er wel foto van. Laat het meisje lekker anoniem leven nu. Goddag. Die heeft crazy eyes. Dat is knettergek. Ja? Ja, dat is crazy eyes. Maar goed, kunnen we nu werken naar... Want ik moet naar de wc. Kunnen we nu werken waar we heen moeten? Ze heeft toch ook nog een tijdje een YouTube-kanaal gehad? Ja, ze heeft een YouTube-kanaal gehad. Ga je tussendoor maar even pissen. Goed, Jan, jij was even snel drankje aan het inschenken. En toen heeft hij je toch verteld, want anders zat hij ermee. Want hij kon niet, dus ja, gooi de lied er maar in. Zo, het klonk een beetje als... Scoop! Longontsteking, maar nobody cares hier, hè? Nee, prima. Jaap is Jaap Gunnink! Je hebt Jaap Gunnink, bekend van Bondgenoten. Ja, dan weet je waar we zo lang over hebben. Zegt mij helemaal niks. Moest je daar nou zo lang over doen? Ja. Totaal onbekend, idioot. Ja. Jaap Gunnink van Bondgenoten. En dat vingertje maar in dat oude wondje, duw en dieper, godverdomme. Maar goed, jij is een chick waar werkelijk iedereen op lag. Zoals ik al zei, je kan beter een matras bij de IKEA halen. Dit was niet handig wat ik deed. Nee. Maar het rare is natuurlijk... Jaap Gunnink, dat is niet echt een hele knappe man. Dennis ook niet. Milan Knol ook niet. Jij wel. Ja, en jij ook. Dank je. Maar wat is er met haar aan de hand dat ze zich door zoveel lelijke kerels laat naaien op hetzelfde moment? Nou, zij is gewoon gek van bekende mensen, dat vind ik wel. Maar wacht even, bekende mensen? Jaap Gunnink, Milan Knol, Brigitte Bordeaux en Dennis Schouten. Dan ben je gek niet, ben je niet gek op bekende mensen. Dan, nou, spijt me hoor, maar dat als dat serieus de reden is om met je benen wijd te gaan, om hoger op te komen... beter bij de plus gaan werken, achter de kassa. Nou ja, goed, dat is toen gebeurd. Je belde me inderdaad. En nou ja, daar wil ik hem dan wel toch voor bedanken. Uiteindelijk is het allemaal opgelost destijds voor mij door Maurice Kroon. Maurice, bedankt. Die heeft toen met haar moeder zo gebeld. Dat is werkelijk. Is dat gebeurd? Ik liep één keer ook de kamer binnen en ik zal het je gekker vertellen. Ik hoorde dus, ik zat verderop en ik hoorde haar bellen op een gegeven moment met Peter R. de Vries. Dat was in de Kai van der Ree periode. Peter R. de Vries? Ja, die heeft Kai van der Ree toen aangepakt. Moet je toch nagaan dat Peter R. de Vries met dat wijf belde? Toen ik hoorde Peter R. de Vries. En twee weken later... Peter er ook overheen geweest? Nee. Het zou goed kunnen. Peter naaide ook al een bosje. Ik weet het niet, maar ik hoop het. Maar ik weet toen twee weken later. Toen liep ik dus langs en toen hoorde ik Monsieur Lady Shave uit dat telefoontje. Jij hebt toen nog met Monsieur Lady Shave haar op zitten bellen. Ik weet niet of je dat nog weet. Toen heb je dat nog een keer gedaan. Onze lezen. Heb ik met Wilfred met haar gebeld? Ja, heel... Dat ik ook dacht, what the fuck? Ja, ik heb met Wilfred wilde dingen meegemaakt. Je hebt gewoon echt iedereen opgebeld om dit op te laten lossen, behalve hetzelfde doen. Ja, klopt!
Klopt. Ja. Ik ga je dus vertellen. Op een gegeven moment, ik bedenk het me nu ineens helemaal. Ik zat dus met dat meisje dat zwanger was en zij stuurde, nam alle gesprekken op. En ik was toen onder de hoede van Wilfred. Dus mijn mannetje had haar gebeld en ik had haar gebeld. En toen zei uiteindelijk Wilfred, we bellen haar wel even op. En toen heeft Wilfred met haar gesproken. Nou, Wilfred heeft dat netjes gedaan. Nee, ere wie ere toekomt. Dat heeft Wilfred goed gedaan. Ja, die heeft, en hij heeft ook gelijk. Alle gesprekken zijn opgenomen hiervan. Ja, ja, alle. Ja. Maar van wie was je nou zwanger? Dat is de clue van het verhaal. Nou, kunnen we daar heen werken, want dan duurt het zo lang. Het punt en is het gewoon... erge is gewoon, het wordt steeds gênanter voor jou. Want iedereen heeft op je vriendin gelegen. Ja, maar ze had een heerlijke kut. Ja, om echt. Eerlijk te zijn. Eerlijk. Je zat er strak en nauw in, maar kon toch stoorzijns doorbewegen. Toch? Ik vind het goed dat je het zo kan herinneren. Maar ja, voor mij ja. Ik was in mijn verslaafde periode, dus ik heb niks ervan mee. Dat is maar goed, zo. Goed, ze was... Kijk. Maar ik had haar gedrogeerd, dus ja. Ja, voor jou was dat heel anders. Ja, maar dat heb je nou helemaal niet gezegd, van dat was eigenlijk achteraf niet zo. Nee, maar je hebt haar gedrogeerd. Ja, nee. Gaat toch geen eind weg, jongen. Het zou me niks verbazen dat het gebeurd is. Ach, ja, maar ik ook zo niet. Zeggen. Nee. Maar kan je nou vertellen van wie ze zwanger was? Het punt is, zij had dus een foto gestuurd van een zwangerschapstest. Met een extra streepje. Wij zagen die allebei, we hadden dezelfde. We dachten, kut, ze is echt zwanger. Vervolgens hebben we het nagevraagd bij andere mensen. En die hadden een hele andere zwangerschapstest. Sterker nog, als je het graag bij vrouwen die vaker zo'n zwangerschapstest doen. Die zeiden, ja, maar wacht even. Dit is godverdomme er gewoon opgetekend, een streepje. En vervolgens zaten wij met z'n allen, wacht, ze is dus niet zwanger. En volgens mij een paar weken later was in één keer de zwangerschap weg. Ja, en daarvoor wil ik Marius gewoon bedanken. Die heeft het mooi opgelost. En Wilfred. Nee. Nu moet je Wilfred dus ook bedanken. Ja, nee, Wilfred ook nee, niet. Nee, maar wacht even. Ze was dus niet zwanger. Dus hij heeft helemaal niks opgelost. Ja, dat zegt, we weten nog steeds niet helemaal zeker. Dit is een goede les voor de jongere kijkers onder ons. Want je ziet wat hier nu gebeurt. Never stick your dick in crazy. Dat is Engels. Voor de Dennissen onder ons. Dat betekent, stop nooit je piemel in een gek wijf. Want dan krijg je dit soort gezeik. Ja. En dan wil ik nog een ander statement maken. Over de abortus. Want we hadden uiteindelijk uit Lise Korpershoek. Vrouwen, hè, die zeggen altijd... Oh, ja, hou eens op met je gelul over die vrouwen. Wat weet jij nou van vrouwen? Je weet niks van vrouwen. Je hebt nog nooit een vrouw in je leven gehad. Je moeder is gillend gek bij je weggerend. En voor de rest neuk je af en toe wel eens een jong grietje. Na twee dagen neem je afscheid. Je hebt nog nooit een vrouw in je leven ontmoet. Hou dan je mond over vrouwen. Weet je wat jij wat van weet? Van mannen. Meer weet je niet. Van mannen. Vrouwen? Wat kan ons dat domme gelul van jou uit de provincie schelen wat jij van vrouwen vindt? Je weet helemaal niks van vrouwen. Had je maar een keer een beetje een wijze vrouw in je leven gehad, was je niet zo achterlijk? Vrouwen, dat ga ik je vertellen, want hierna werd dus zeg maar gezegd hè, dat dan vrouwen, de maatschappij vrouwen, is ingericht op mannen. En dat daardoor vrouwen zoveel moeite hebben als ze een keer een abortus wie willen zegt doen. Dat? Dat heeft Tim Hofman gezegd. Ach, je hebt Tim Hofman maar goed, die zegt dat dan bijvoorbeeld, journalist van het jaar, hè? Die zegt dat dan bijvoorbeeld. En dan denk ik van, dat is helemaal niet waar. Want vrouwen hebben een totale machtspositie als het gaat om zwanger zijn, hè? Want als jij met een dame gaat... Hallo, dat heeft die... toch gewoon te maken omdat je, dat het in haar buik groeit? Maar mag zij, ik maakt, zij maakt de keuze. Toch? Zij maakt de keuze. Je hebt heel veel van die wijven, van die snollen, kun je best zeggen, bij ook te maken mee gaat, die dan gewoon hun mond houden hè, en die dan ineens besluiten om te stoppen met anticonceptie. Maar wat wil je nou? Mag ik nou mijn punt maken? Nee, dat punt van jou is zo dom. Ik wil een minuut. Omdat we zitten hier een Jewish kanaal te maken en het begint steeds meer achterlijke, idiote, domme opmerkingen uit de provincie te zijn. Doe dat lekker met iemand anders. Daar leen ik me niet voor. Doe gewoon, ga met een andere mongool uit het intiltgat waar je vandaan komt. Ga samen voor een greenscreen zitten en dan gaan jullie vertellen wat jullie van vrouwen vinden. Je hebt nog nooit een vrouw in je hele leven ontmoet en die zou namelijk op die domme kop van je schijten. Je wordt er doodmoe van. Vrouwen! Nou, dat is je op, man. Je bent een halve latent homofiel. Wat er eens op, man. Wat een gezeik. Zie je dat zitten? Met af en toe een mopje tussen. Nee. Zeg er mij niet, nee. Nee, maar het is dat hele stomme, conservatieve verhaal van jou. Omdat je gefrustreerd bent omdat je moeder boos weg is gelopen. Volgens mij is het ding wat hij wil zeggen, is gewoon, hij vindt het stom dat mannen alimentatie moeten betalen als vrouwen zwanger willen worden of zo. Nee. Maar ik zal rustig vertellen dat als een vrouw niet gewoon... Rustig even doorpakken. Als een vrouw... Ja, weer een stem. Jezus Christus.
Nee, maar als vrouwen, die doen heel vaak, zeggen ze van, nee, niks aan de hand. Maar dan stoppen ze zomaar met de anticonceptie. Waardoor zij zwanger worden en moet je er als man voor opdraaien en dat moet je betalen. Dat doen niet vrouwen, dat doen die minder bedeelden waar jij mee afspreekt. Nou, dat zou kunnen. Dat is het hele probleem. Jij bespreekt met minder bedeelden af. Met meisjes die bij gods gratie maar met jou naar bed gaan omdat ze denken dat ze daar beter van worden. Moet je nagaan hoe diep die meisjes zitten in hun leven. Dat ze denken dat ze daar beter van worden. En als je ook tegenwoordig ziet, dan gaan steeds meer dames naar de abortuskliniek. Maar dan denk ik van, het kan, de kans is echt 0,5% dat jij zwanger wordt als je aan de pil of wat zit. En dan zeggen die mensen, ja, ik ben niet zwanger. Ja, ik weet ook niet hoe het kan. Dan denk ik, ga gewoon aan de pil. Maar dat doen echt veel vrouwen gewoon niet. Heel veel vrouwen doen dat niet. Weet Dennis, omdat hij namelijk, daar heeft onderzoek naar gedaan. Want Dennis doet helemaal vaker onderzoek aan de universiteit waarop zit. Namelijk Universiteit van IQ 58. Dat is bekend van de Idioteriestraat op Mongoliedeweg 95. Vlieg nou toch alsjeblieft op met je domme gelul. Maar jij denkt niet, jij vindt dat geen probleem dat vrouwen dan geen anticonceptie gebruiken. Vrouwen die geen anticonceptie gebruiken. Maar zou jij, er komt een pil voor de man, ga jij die nemen? Tuurlijk niet. Nee, dan snap je toch die vrouw ook, dat zij ook geen pil willen. Ja, maar zij zijn vrouw, dat hoort zo, ik ben man. Oh, godverdomme. Maar als jij die bevalt, laat je castreren, leg er een knoopje in. En als je vader wil worden, haal een knoopje erin. Ik ga dus vertellen, ik laat mij binnenkort steriliseren. Wel, ja, nou, dat zou toch godverdomme een wereldfeest dan moeten zijn. Dat heeft mijn vader ook gedaan en die zegt, de seks wordt er alleen maar binnen. Je vader had dat voor de conceptie moeten doen. Met dat hele gezin van jullie, dat die bloedbaan en bloedband gewoon afgesloten was. Dat die idioterie afgelopen is. Op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen van, dit is mooi geweest, deze familie, over en sluiten. Dit is alleen maar slecht. DNA van likbaar blote holk, afgelopen, klaar. Hier stoppen we ermee. Klaar, prima. Ja, nou, dat heeft hij helaas na 4 kinderen gedaan. Ja, dat had hij eerder moeten bedenken. Ja. Maar dat is toch niet te geloven. Goed. Maar ga je echt laten steriliseren? Ja, ik ben daar nou boekjes over aan het lezen. Dennis, ik zou het echt zien. Dus, ik ga het vieren. Nou, ik heb geen kinderwens en ik vertrouw die vrouwen van tegenwoordig. En ik ken ook heel veel kinderen die bij jou geen vaderwens hebben. Ja, nee. Ja, maar wel heel veel vrouwen van ik dan laatst ook. Heel veel vrouwen begint hier. Jij kent geen vrouwen. Jij kent alleen maar meisjes die hun school niet af hebben gemaakt. Die denken, ik kan misschien hogerop via die kolenvrije kuif. Oh, wat zou ik dan? En de grote grap is, en dat wil ik even tegen jullie zeggen, meisjes van Nederland die in zijn DM's zitten. Jullie worden allemaal binnen een week gedumpt als het niet korter is. Dus je komt niet verder. Behalve dan, ja, de enige wat je eraan overhoudt is misschien een geslachtsziekte. En ik kan dat beamen. Ja, deze bitch naast me, die kan dat beamen. Ja, wat ik wil zeggen, heel veel vrouwen. Oh, heel veel vrouwen. Eervrouw. Daar was ik dan mee, na de tijd. En dan was ze klaar. En dan zeg ik, maar jij zit toch wel aan de pil? En dan zegt ze, ja, nee, maar ik ben vorige week ongesteld geweest, dus ik ben nu niet vruchtbaar. Ik denk, wat? En dan moet je ook nog gewoon met dat soort domme types naar het kruidvat. Om zo'n morning after weet te halen. Weet je wie hier... Doe gewoon een condoom om. Daar vind ik niks aan. Ja, precies. Snap je? Maar ga je ook over de rode zee? Nee, wacht even. Nee. Bordeautje. Snap je hoe dom het is? Dan zeg je, doe een condoom. En zegt hij, daar vind ik niks aan. Ja, maar dat is je bent het probleem zelf, joh, eenzellige. Maar net als met die pil, dat hij die niet wil nemen. Weet je, ik heb het dan zo ja, zou jij die pil nemen? Dat is zeker weten, ja. Ik zou het ook doen. Ja, natuurlijk. Ja, echt? Ja, nee. Waarom zou je hem niet nemen dan? Want dat breekt af. Kijk, er zijn exact, het heeft invloed op die vrouwen. Hou alsjeblieft op, joh. Je hebt een haargroeimiddel genomen en dan was je impotent door. Want je breekt af. Nou, alles breekt af bij jou, joh, halve tab. Nee, denk je van al die psychomedicatie die je slikt, dat niet afneemt. En die pammetjes om een beetje rustig de dag doorheen komt. dat niet afbreekt. Anders is het niet op, Dennis. Nee. Dames die nu kijken, jullie begrijpen mij en doen je voordeel mee. Tips. Nou, ik vind alle dames nu wel denken. Nee, ja, maar dacht je dat twee van die pappige mannen met die dames zijn? Ja. Nee, dames, begrijp nu ineens. Anticonceptie, hun verantwoordelijkheid. Ik draai er niet van op. Heb je nog een mop ter afsluiting? Ja, een leuk mopje. Nee, een mopje. Ik ken iets uit de mouw schudden. Ja. Ik schrik met name van dat Rira reclameblokje eruit is hier. We hebben geen betaalde mensen meer. Dus iedereen heeft opgehouden hier. Ja. Dus we eindigen met een gesponsorde mop. Ja, maar ik heb niks. Hoeveel... Jan, kun jij nog een keer jouw mop? Nee, heb jij een mopje? Nee, doe jij even een mop. Ik ken hem op. Twee tieten en van envelop. Ja. Ja, die is gewoon raak. Doei, lieve mensen. Ik kom niet zo graag die grap eigenlijk, hè? Ja.